We zijn hier vandaag in Sunpark Simol met de kersverse nieuwe finalisten van Mr. Gay Belgium 2017. En ik heb hier bij mij Geoffrey zitten. Dag Geoffrey. Je mag jezelf kort eens even voorstellen. Ik ben Geoffrey Notermans. Ik ben 19 jaar. Ik kom uit Limburg, Sint-Ruteren. En ik ga in het dagelijks leven nog altijd naar school. Oké, wat doe je op school? Verzorging. Oké, waarom heb jij je ingeschreven voor Mr. Gay Belgium? Om eigenlijk mijn eigen ervaring te delen. Ik ben thuis buiten gezet, omdat ik uit de kast ben gekomen. En ja, ik wil die ervaring gewoon delen met de rest van de mensen. En daar eigenlijk ook voor andere mensen zijn die hetzelfde gaan meemaken of hebben meegemaakt en zo. Dus. En hoe heb je dat ervaren? Was dat een zware klap of ben je daar snel bovenop geraakt? Of hoe heb je dat verwerkt? Ik ben thuis gewoon buiten gezet, zonder iets. Ik had niks meer. Ik ben er eigenlijk redelijk snel bovenop gekomen, samen met mijn vriend. Dus die heeft me echt wel heel goed gesteund. Als je een raad zou moeten geven aan iemand dat in dezelfde periode zit als jij toen zat, wat zou dat dan zijn? Goh, dat is een moeilijke vraag. Ik zou gewoon zeggen, blijf jezelf. En probeer het beste van te maken. Het leven gaat verder. Je blijft niet stilstaan. Er komt een kuil waar je in zit, maar daar klimt je vanzelf terug uit. Dus. Als je naaste omgeving jou zou moeten beschrijven, hoe zou ze dat dan doen? Mij als persoonlijkheid. Ja, eigenlijk een spontane, vriendelijke jongen die goed in de omgang is met de rest van de mensen. Eigenlijk redelijk sociaal en alles. Dus. Oké, wat zou je verkiezen? Een gezellige avond thuis of een wild feestje in een discotheek? Gezellige avond thuis. Waarom? Gewoon, ik ga eigenlijk redelijk vaak naar feestjes en zo. En de avondjes thuis, die zijn beperkt. Dus daar wil ik eens meer van gaan genieten. Oké, wat verwacht jij van het avontuur Mr. Gay Belgium? Dat ik mijn verhaal aan de mensen kan brengen. En dat ik daar ook in gesteund word door de andere finalisten en zo. Dat ik echt mijn punt kan brengen van, dat is er met mij gebeurd. Zo wil ik het en zo wil ik verder gaan. Oké. En dan om af te sluiten, wat is jouw levensmotto? Positief blijven. En altijd denken van, het komt goed en we gaan verder. Oké, dankjewel Geoffrey.